staying awake, intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Kijkers van Loek TV, een hele goede middag. Stel je gaat verhuizen en je hebt een leuk huisje in Schiedam gekocht of je huurt een leuk huis. Dan is natuurlijk de bekende vraag van ja, hoe ga je dat nou inrichten? Natuurlijk zijn er allerlei mensen met suggesties die zeggen van god, de bankstel moet links of de tafel moet rechts. Maar aangezien we in Schiedam op het ogenblik Jan de Bouvrie hebben en die schijnt toch verstand te hebben van inrichten, hebben we gezegd kom, we gaan er met Loek TV eens naartoe en we gaan ons huis eens laten inrichten. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Even ervan uitgaande dat we nou eens niet een heel duur huis in gaan richten, maar gewoon een Schiedams flatje of een beetje leuke koopwoning. Want de mensen hebben wel eens het idee van het zijn vaak alleen maar dure huizen, maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, want ik heb hier nu vanmiddag al met 4 mensen tekeningetjes gemaakt. Onder andere mensen met een flat, mensen met een middenhuisje. En ik merk dat hier toch nu nog even de drempel is. Maar dat is net als in Naarden, toen ik daar 9 jaar geleden begon, was het natuurlijk even van, je komt niet een winkel in, je komt natuurlijk toch een mooi monument in. Maar die drempel moet weggehaald worden. Hè? De mensen, ook het Schiedam en ook om de omgeving, moeten gewoon naar binnen durven. En we bijten niet, we hebben hele leuke ideeën, we geven mensen adviezen. Maar ik weet zeker dat nu lopen we nog een beetje voor de muziek uit. Je hoort de muziek nog niet, maar ik begin hem langzaam te horen. Ik heb nog vol vertrouwen en ik merk nu ook zo'n dag dat we hier die activiteiten hebben. Dat iedereen, al mijn tekenaars zijn bezig, mensen zijn ontzettend met wonen bezig. En ik vind dat onze bedrijven die hierin zitten daar heel goed in kunnen functioneren. Nou, Jan, laten we dan de muziek maar eens laten beginnen. Maar laten we het eerlijk doen. Schiedam is natuurlijk een gemeente waar zeg maar qua inkomen van hoog tot laag varieert. Stel nou eens, je komt toch in Nieuwland in een flatgedeelte. Gewoon een heel eenvoudig flatje van 3-4 kamers. De centjes zijn duur, het budget is klein. Maar dan kan je er toch nog wel wat van maken. Ja, ik bedoel, dat is juist onze kracht dat... Of het nou een flat is of een doorzoomwoninkje of een dingen. Dat wij proberen juist op kleine schaal gewoon doordat ik niet veel meubelen gebruik, ruimte te creëren. En mensen ook wat jonger te laten wonen. Het is wat mij opvalt dat oudere mensen willen ook altijd graag oud wonen. Maar oudere mensen bestaan niet meer. Het is prachtig om jong oud te worden en juist in een vernieuwende omgeving te gaan wonen. En hoe kleiner een flatje voor mij is, hoe meer uitdaging het vinden om er iets moois van te maken. Nou, we nemen dat kleine flatje. Je kent de afmetingen van de woonkamers. Wat zijn nou de dingen waarvan je zegt van nou, dat doen mensen traditioneel, maar laat dat nou eens. Doe dat nou eens anders. Traditioneel is dat mensen altijd beginnen met al hun meubeltjes erin te zetten. Hè, als je nou, wat ik altijd aanraad, zet nou eens al die troep buiten. En begin eens opnieuw. Haal dan alleen naar binnen wat je mooi vindt. En dan zul je zien dat 2/3 gewoon buiten blijft staan. En dan als je zegt, nou ik wil eens een leuke nieuwe tafel hebben. Dat je dan ook durft, juist in een kleine ruimte, een lange grote tafel neer te zetten. Maar je moet meestal toch een klein verbouwertje doen. Of een deur dicht doen die tegenover de haard is, dat je een mooie muur krijgt. En altijd die keuken bij dat eten betrekken. Dan heb je de, zeg maar, vanaf de grond de vloerbedekking, de muren moet je daar veel aan hangen, de kleuren. Kan je daar veel mee bereiken in zo'n klein flatje? Ja, ik vind dat mensen ook over het algemeen te veel met kleur werken. Maar als je nou bijvoorbeeld een flat hebt die aan de achterkant geen licht heeft in de kamer, dat je bijvoorbeeld zo'n wand knalgeel durft te schilderen. Want dan gaat die zon gewoon door die kleur in die kamer. Hè? Dus, en de rest gewoon wit houden of gebroken wit. Ik heb altijd de naam van wit, maar het kan ook een warme zandkleur zijn. Maar als je met zo'n kleur durft te werken, dan krijg je al een
dan is die leeg al veel gezelliger dan dat die nu is. Ja. Is er nou een verschil nog tussen zeg maar, kleuren voor een huiskamer en een slaapkamer? Nee, wat belangrijk is als je met kleur wil werken, dat je eerst bij jezelf denkt, van welke kleur hou ik nou? Wat is mijn lievelingskleur? Ik hou bijvoorbeeld van, mijn lievelingskleur is paarsblauw. En waarom paarsblauw? Daar zit wat rood in, dat maakt dat blauw wat warmer. Mm-hmm. En daar werk ik ook veel mee. Ik heb het ook in mijn kleding aan. Ik vind dat gewoon een schitterende kleur. En dat gecombineerd met wit, ja. Met echt fris wit, mm-hmm. Dan krijg je iets heel moois. Als mensen nou zeg maar even in die flat een tijd wonen, de financiën komen wat op orde. Wat zijn dan zeg maar accessoires of meubelen waarvan je zegt van nou, op het moment dat je de eerste centjes vrij krijgt, zou je daar eens in moeten investeren? Lampen, een losse lamp, kan in één keer dat hele interieursfeer geven. Licht is ontzettend belangrijk. Ik ben nu 8 jaar woonprogramma's aan het maken en wat me opvalt, dat bijna iedereen slecht licht heeft. Ja. Sfeerloos licht. Als dat licht aan gaat, dan denk ik, oh, het lijkt wel of ik in een slagerij sta. Mm-hmm. Dat doe ik graag hoor, maar ik bedoel, het is essentieel is dat je goed nadenkt over je licht, dimmers, mooie schemerlamp neerzetten, waardoor je dus een heel andere uitstraling van je interieur krijgt. Dan komt na de fase van het flatje, stel even, het zit wat mee, de financiën komen wat op orde, dan komt er het eerste leuke koophuisje. Tuintje erbij, zijn er zat in Schiedam, Schiedam-Noord bijvoorbeeld veel. Wat raad je mensen dan aan? Moeten ze dan dezelfde spulletjes meenemen, eigenlijk hetzelfde patroon doortrekken? Of zeg je van, dan is het tijd voor de grote verandering? Nee. Ik ben altijd heel bang voor grote veranderingen. Ik vind dat als je nou een leuk huisje kan kopen of huren, dat je dan wel de harde materialen, dus dat je een mooie vloer neemt, een houten vloer of een stenen vloer of tapijt. En de wanden goed doet, je keuken goed verzorgen en je badkamer. Ja. En dan neem je gewoon je spulletjes mee waar je echt aan gehecht bent. En dan ga je dus heel langzaam een bankje kopen of een ding. Maar nooit te impulsief. Want vaak ontdek je als je in zo'n huisje woont dat er ineens een hoekje heel anders gezellig blijkt te wezen, dan dat je in de eerste instantie denkt. Dus doe dat niet impulsief, koop niet meteen een nieuw bankstel en een nieuwe eethoek. Maar ga er eerst eens in zitten, dat je een beetje gevoel ermee krijgt. Ja. Dan krijgen we de fase dat het misschien nog wat beter gaat. Laten we even het verhaal optimistisch houden. Dan zeggen mensen, nou gaan we toch echt eens een keer rondkijken. Nou, we hebben in Schiedam Centrum, je hebt het net zelf gezegd, we hebben toch nu wat aardige locaties waar je wat rond kan kijken. Moet je mensen leren om rond te kijken? Is dat een kunst om niet zomaar zeg maar, impulsief naar binnen te rennen en denken van nou, ik heb het gezien? Moet je met bepaalde ogen leren kijken? Wat ik merk, en dat gebeurt in Naarden natuurlijk heel veel, dat wij zetten allemaal verschillende sferen neer. En dat mensen dan rondlopen en dan zie je ze ineens in één ruimte stilstaan. Bijvoorbeeld waar een gele bank staat of zo. En dan zie je eigenlijk aan die mensen dat ze zich daar thuis voelen. Dus ik denk dat voordat je nou iets koopt, dat je inderdaad veel moet kijken. En ook samen het eens worden. Als je die bank ziet, is dat nou onze bank? Wil ik die in het groen? Wil ik het in het geel? En dat ook, wat ik net al zei, gewoon kinderen ook meegaan. Want er is niets leuker om met z'n allen dat interieur te maken. Ik maak nu al 30 jaar lichte interieurs. Gewoon. En in het begin ook, ik had geen klant. Niemand wilde eraan. Ik had een prachtige winkel met lichte meubelen en het zag er geweldig uit. Maar er wou geen hond tegenaan piezen. En ik heb het toch doorgezet en ik heb gemerkt dat mensen nu toch door dat positieve, door die uitstraling, veel meer met wonen bezig zijn. Afsluitend, Jan, toch over dat wonen. Je zegt het zelf al, we zijn meer met wonen bezig. Mensen zijn in Schiedam wel eens een beetje cynisch. Van ja, dat is allemaal leuk, maar dat is leuk als je een hoop geld hebt en dat soort zaken meer. Gaan we die ballon nu gelijk doorprikken? Iedereen kan met wonen bezig zijn. Mag ik eens wat zeggen over Schiedam? We moeten eens ophouden met lagere inkomens. En Schiedam is dit en Schiedam is dat. Schiedam is hartstikke leuk. Mm-hmm. En het heeft een naam die gewoon het absoluut niet waard is. Want ik vind dat er heel veel beweging in Schiedam is. Ook zo'n wijk die er nou is, bijvoorbeeld die Zweedse wijk en dingen. En wat hier staat aan rijkdom, aan huizen en dingen waar appartementjes in kunnen en dit en dat.
Schiedam is gewoon de moeite waard om eens een keer op te houden met al dat gezeik over het is zo'n stad of het is zo'n stad. Het is een armoedestad, dat is helemaal niet waar. Het kan gewoon één van de leukste steden rond Rotterdam worden. En dat bedoel ik echt emotioneel zoals ik het nu zeg. Maar kijk, wat je zegt, hier moet het een beetje gaan gebeuren. Ja. Hier is een beetje het stuk van... Krijgen nu ook dat de boot wordt omgedraaid. Die komt iets meer hier naartoe. Ja. Dan krijgen we daar een heel klein terrasje. Dus we hebben eindelijk een vergunning voor. Ja. Heel klein, maar ik wil dat ook niet groot. Nee. Wat belangrijk is. Ik weet niet of je er al geweest bent. Dan gaan we naar een willekeurige stad. Heb je niet zoveel ruimte als hier. Precies. Kijk eens even. Zo, kijkers van Loop TV, we zijn eens een keer een kijkje wezen nemen hier in Schiedam in de wereld van wonen en meubelen en allerlei andere zaken. En natuurlijk zult u denken dat is voor mij niet betaalbaar, want dat was natuurlijk ook de eerste gedachte die ik had. En dat heb ik nog steeds wel een beetje. Maar het is ook de kunst van het rondkijken. Wat is er allemaal te doen? Welke adviezen kan je meenemen? We hebben gesproken met Jan de Boevrie over gewoon die driekamerflat in Nieuwland of waar dan ook in Schiedam. En als u goed geluisterd heeft, heeft u het gehoord, in het najaar, dan wordt zo'n collectie toch weer aangepast. Het wordt allemaal wat kleiner, het wordt nog meer betaalbaarder. Dus u moet zich niet laten ontmoedigen. Als u eens op een middag door Schiedam loopt, stap gewoon eens naar binnen op de Lange Haven, op de Korenbeurs. En dan kunt u gewoon lekker rondkijken. En dan nog even kort de kijkersvraag. U zult zich afvragen, in welke gang sta ik nu? Nou, voor de mensen die vroeger de boeken leenden op de Lange Haven. Dit is er wat er overgebleven is van die grote bibliotheek op de Lange Haven. Het ziet er schitterend uit. Dit was Loop TV Schiedam. Graag tot de volgende keer.